Vorige week had ik een berichtje op LinkedIn gezet waarbij ik een vergelijking maakte tussen de websites die je maakt met WordPress en de dashboards die je maakt met Power BI. Ik zie heel veel raakvlakken, maar één element zie ik nog niet helemaal terug in Power BI dashboards en dat is dat ze dashboards hebben die responsive zijn. Wat bedoel ik met responsive? Nou, als je een website laadt op je mobiele telefoon, dan past die zich automatisch aan de schermgrootte. Maar bij Power BI moet je expliciet een mobiele layout definiëren. Ik zou graag willen dat dat ook automatisch zich aanpast, zodat als je je dashboard opent op je mobiel, dat die automatisch zich al aangepast heeft. Dus ik dacht van, nou, laat ik eens gewoon een visie van wat proberen, hoe zou het eruit kunnen zien in Power BI, als je wel opties had om het responsive te maken. Laten we eens kijken in Power BI Desktop naar dit rapport. En ik zei net dashboards. Ja, dashboards zijn eigenlijk wel responsive, hè, binnen Power BI. Maar dit soort rapporten die je met Power BI Desktop maakt, niet. En ik denk dat een van de redenen is dat een dashboard al vrij eenvoudig gestructureerd is. Waardoor het ook makkelijker is om het aan te passen aan het schermformaat. Rapporten heb je meer vrijheden. Dus ik neem jullie even mee gewoon in een idee van hoe zouden we dat in desktop misschien ook kunnen bewerkstelligen. En het eerste wat ik zou doen, is wat opties toevoegen om het responsive te maken en een responsive grid toe te voegen. Een grid waarbij je het scherm opdeelt in 12 gelijke kolommen met wat ruimte ertussen. En dat maakt het, dat is ook in websites, is dat grid heel gebruikelijk. En ja, dat kan je mooi delen namelijk door 2, door 3, door 4, kan die kolommen makkelijk opdelen. Dus een 12 kolom grid zou misschien al een leuk idee zijn in Power BI Desktop. Het tweede wat ik zou toevoegen is dan een optie om dat je layout makkelijk daaraan naartoe vast te klikken. Het zal natuurlijk nooit zo makkelijk gaan zoals ik hier toon, maar even als eerste idee. Ik zet het thread daarna weer uit, zodat ik het ook weer gewoon kan zien. En dan heb je hem al meer in een opmaak die je responsive kan gaan tonen op andere devices. Een tweede optie die ik zou toevoegen is dat ik bij grafieken de velden die ik toon dynamisch wil kunnen maken. Dus ik toon hier bijvoorbeeld deze grafiek, toon ik nu de maanden wat meer langer uitgeschreven in de x-as. Maar misschien wil ik hem op tablet, in portrait en mobiel, wil ik een ander veld in de x-as tonen. Dus nou, wat zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat ik zeg van ik ga naar de as, ik klik die open en ik heb een nieuwe optie, wat hoe gaaf zou dat zijn, responsive fields. Dus als ik dat zou aanklikken, en dit is allemaal gewoon natuurlijk met plaatjes door mij gemaakt, hè. Dat zit niet echt nog in Power BI. Het is gewoon ja, even een demo van hoe ik het zou kunnen uitzien. Dus in die velden zou ik kunnen bijvoorbeeld zeggen, oké, de desktop heb ik dat veld, maar ik sleep ook eventueel andere velden naar de portretmodus toe. Dus ik heb nu bijvoorbeeld een kortere maandnaam van portret en mijn mobiel zie ik ook staan dat ik overneem van degene die grotere schermen zijn. Dit dashboard heb ik in een WordPress layout neergezet op een pagina op mijn website. Daar kan je eventueel ook zelf naartoe gaan. En ik heb mijn dashboard dus als plaatjes nu, het is natuurlijk geen Power BI dit, als plaatjes is neergezet om te simuleren hoe het zich automatisch zou aanpassen aan schermgrootte. Dus dit is bijvoorbeeld de desktop opmaak. En als ik het scherm nu kleiner maak, zou je gaan zien dat het zich op een gegeven moment in portrait modus gaat herschikken. Dus bijvoorbeeld zeg ik dat ik bovenaan nu wat elementen ga herplaatsen. Dat ik de titel en de KPI's niet meer naast elkaar, maar onder elkaar zet. De slices die eerst links stonden, zet ik nu bovenaan neer en zet ik naast elkaar. En ik maak ze ook allemaal slices. Niet meer een lijst, maar allemaal slices in verband met de ruimte. Die korte maanden die je ziet staan, zie je hier dus nu naar voren komen. Dus een alternatieve x-as. Dus niet meer die lange naam, maar een kortere naam. En ik kan bijvoorbeeld zeggen, nou, misschien de legendas, dat die misschien niet getoond worden. Soms zal dat wel, soms zal het niet. Misschien dat er ook een optie voor in Power BI Desktop kan komen. Hè, om dat te bepalen of je dat wil tonen bij kleinere schermen. Nu maak ik het scherm nog even groter. Dus zo was het bij grotere scherm. En je ziet dus dat die automatisch zich aanpast. Wat je ook ziet, de breedte van de kolommen. Het zijn nu 4 kolommen daar in plaats van 5. Ik ga ze gewoon allemaal even groot maken. Stel dat ik naar mobiel ga. Nou, dan zou het bijvoorbeeld zo kunnen gaan uitzien. Alles onder elkaar, net als bij een dashboard, hè? Daar doet hij dat al netjes onder elkaar. Maar ook de slices zeg ik niet meer naast elkaar, maar onder elkaar. Hè? Want nu heb ik, ja,
past weer beter om dat nu onder elkaar te plaatsen. Dus responsive slices, zo noem ik het maar even. Je maakt optimaal gebruik van die ruimte. Ook alle grafieken, je ziet dus weer diezelfde korte maandnamen hieronder staan. Hè, die zijn conform de schermbreedte. Dus zo desktop, zo tablet en zo mobiel. Dit was natuurlijk van een eerste idee. Ik heb wat dingetjes uitgeprobeerd. Misschien heb jij ook nog ideeën. Laat ze weten in de commentaren. Ik vind het leuk om met jullie erover van gedachten te wisselen. En wie weet dat het ooit echt een optie wordt in Power BI. Zou gaaf zijn.